Het Nationaal Albino's Platform Suriname, NAPS, zet zich in voor het welzijn en de acceptatie van mensen met albinisme. Het platform is in december 2021 opgericht en wil in verband met de Internationale Dag van het Albinisme op maandag 13 juni het project gewoon mens als u uitvoeren. Albinisme is een aangeboren afwijking waarbij pigment ontbreekt. Wat leidt tot een geheel of gedeeltelijke witte huid en vaak ook rode ogen. Volgens Ronald, bijna oprichter van het platform, gaat NAPS de belangen van de albino's behartigen in de ruimste zin des woords. Waarna het platform streeft, we bakken het af in korte termijn en in lange termijn. In korte termijn uh, betrekken we op. Uh, ...een activiteit in verband met de nationale, internationale dag van de albino. En op deze dag hebben we een activiteit. Mevrouw Baina zal meer over vertellen. En op lange termijn willen wij uh, een eigen ontmoetingplek hebben. Het is een centrum waar mensen met uh, waar albinisme terecht kunnen komen om hun zaken te bespreken, maar ook voor de nodige begeleiding, voor adviezen. En vanuit dat plekje willen we dan kijken hoe wij deze groep verder uh, kunnen begeleiden, zodat zij dan uh, een waardige plek kunnen, uh, moet ik het zeggen, kunnen verwerven in de samenleving. Georgine Bainatoe zegt dat er in Suriname albino's zijn die veel potentie bezitten. Georgie Kwajani, student en lid van het platform, vindt dat albino's zich niet druk moeten maken om wat mensen van ze vinden. Maar dat wat ze bezitten kan niet ten volle naar buiten komen. Omdat zij zelf een bepaalde drempel hebben. Vanwege het feit dat mensen niet echt weten wie Albinos zijn. Wat ze allemaal kunnen en zo. Vaak worden we, we onderschat. Mensen onderschatten ons. Mensen zeggen ons heel veel vervelende dingen en zo. Maar ik wil zeggen dat jullie moeten weten wie jullie zijn. Het is tijd dat jullie opstaan en doen wat op jullie hart zit. Dat, um, Jullie niet focussen op andere mensen, maar dat je opstaat en weet dat je een doel voor ogen hebt. Maandag 13 juni, op de Internationale Dag van het Albinisme, zal het platform een aantal leden in de bloemetjes zetten als teken van acceptatie en waardering.